Ja, welkom bij de Trein naar Beroemdheid. Ik heb nu een interview met Harry de Winter, de grote bedenker van het programma Lingo. Dat jarenlang werd gepresenteerd door François Boulanger. En vandaag de dag wordt gepresenteerd door Lucille Werner. Hallo, we zijn hier met Harry de Winter op een heel duur jacht van enkele miljoenen duur, gok ik. En 6 ton maar. Oké. En ik heb eigenlijk maar één vraag. En okay. Die is tamelijk belangrijk. Hoe word ik een beroemdheid? Zorg dat je op televisie komt. Kijk, ik kan het weten, want ik ben een ex-bekende Nederlander. Dus ik heb dat al lang achter mij gelaten. En je moet niet in de tram gaan zitten. Je hebt zo'n auto. Beroemde mensen zitten niet in de tram. Nou, dat is een antwoord waar we mee kunnen leven. Okay. Dan gaan we nu even over naar de studio's in Hilversum. Dat is ook, weet je wat dat een zin is, uit 1920. We gaan schakelen terug naar de studio in Hilversum. Ik wil gebruik maken van deze meneer Winter, kunt u blijven zitten. Ik wil gebruik maken van deze gelegenheid om een woord van dank uit te brengen. En dat gaat uit naar Omar uit Noord. En hetzelfde geldt ook voor Alicia uit Papendaal. En de bakker Jansen van de Ferdinand Bol. Ja. Kansloos.